Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur en De Telegraaf. Mensen die 7 jaar geleden met mij werkten, die zouden ongetwijfeld mij hebben beschreven als een... hyperactief, druk, spring in het veld, huppelkutje-achtig iets. En dat is denk ik wel wat afgenomen of zo. Zelf een keer horen zeggen van het maakt mij niet uit waar ik sta, in welk theater, of dat nou Stadskanaal is, Purmerend of Carré. Voor mij is een theater een theater. Maar toen kwamen we vorige week hier aan in Carré en ik heb toch al een paar keer hier gestaan. Maar toch ja, schiet de stress toch wel eventjes naar binnen. Nou ja, en het magische dat er gewoon heel veel grote, beroemde, geweldige acteurs en actrices hier hebben gestaan en dat jij daar dan ook mag staan. Ik doe al 8 jaar musicals, maar ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. En ik heb ook eigenlijk, daarvoor had ik nooit iets met musicals. Dus ik als iemand aan mij, tegen mij zegt van, dan komt er een musical naam naar boven en ik... Wie? Wat? Welke show? Dus ik ben eigenlijk een soort vreemde eend in de musicalwereld. Dat is heel, heel grappig, terwijl ik dat zelf al 8 jaar toch wel in het vak zit. Maar... Dus er is niet één iemand die ik als een voorbeeld zie of zo in de musicalwereld. Ik leer gewoon van heel veel verschillende mensen. Door gewoon te kijken van, oh, zo doet die dat. Oh, grappig, hij doet dat zo. Even onthouden, even opslaan, weet je wel. Dat je denkt, allemaal trucjes die er niet uitzien als trucjes, maar het zijn uiteindelijk wel trucjes. Wie komen er? Mijn vriendje. En een vriend van mij. Een dochter van een collega. Oh, gezellig. Met een vriendinnetje. Komen ze na afloop nog even naar achteren? Ja, denk het wel. Komt die bij jou nog een keer of niet? Hè? Komt jouw vriendje nog een keer? Nee. Die vond 1 keer. Niet te proberen, je zin is klaar. Niet om het een of ander, maar Albert Verlinde en Roe Vente die hebben mij op de kaart gezet in het musicalwereldje, zeg maar. Ik deed mijn eerste musical toen ik 22 was of 23. Ik had geen musicalopleiding gedaan. Ik zag die advertentie in de krant staan en ik dacht, nou, musical, moet je een beetje kunnen zingen, een beetje kunnen dansen, een beetje spelen. Ik kan van alles een beetje, dus daar kom ik vast wel een heel eind. Dus ik heb de auditie voor gedaan en toen werd ik wonder boven wonder ook aangenomen. Tijdens die show zat Roel Vente een keer in de zaal en die dacht toen van, hé, dat meisje moeten we in de gaten houden. En die heeft me eigenlijk vanaf toen onder de vleugels genomen en nou ja, the rest is history. En daar is ze weer. Daar is ze. Nederlandse Elwood. Elle van Houten. Ga je hem missen? Nou, ik denk het wel. Wel echt een mooie pruik. Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear that they might. Dames en heren, het is nog 5 minuten voor aanvang. 5 minuten voor aanvang, alstublieft. Het is eigenlijk het meest spannendste moment van de show. Wanneer we te horen krijgen aanvang. Iedereen staat al klaar. Dan is iets van, nou, let's go. Dan moeten die mensen allemaal nog lekker zitten. Vanavond is het wel een beetje spannend. Er zitten heel veel mensen in de zaal die ik ken. Mijn moeder zit er. En dan, ja, dan wil ik toch wel gewoon hoop ik dat alles goed gaat. Maar het gaat altijd goed, dus ik hoef me geen zorgen te maken. Maar toch hoop ik extra dat het heel erg goed gaat vanavond. Ik wil Bruce er even voorstellen. Kijk eens, hey! Heb je er zin in vanavond, schat? Heb je er zin in?
Ja, hè? Ik zie het aan je. Je bent een opperste concentratie. Heel veel plezier, jongens. Geniet. Geniet allemaal. Omdat net te naakt je wanhopig maakt. Nee, die jurk helpt een wachtende vent. Attent naar het moment. Oh my god, het is bijna tijd. Voel van binnen waar dit toe leidt. Steeds als hij me aankijkt is hij een en al verloren. Als ik in een rol zou zitten waar ik gewoon voel dat ik 's avonds niet presteer. Of dat ik denk van dit is eigenlijk te moeilijk voor mij of te hoog gegrepen. Dan zou ik me daar heel slecht in voelen. En dat bedoel ik naar jezelf bewijzen. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt. Hey, ik heb zelfvertrouwen. Ik sta hier iets te doen en het voelt goed. En ja, ik kan deze hoge noot zingen. Of ik kan deze komische timing kan ik iedere avond herhalen. Iedere avond moeten de mensen om mij lachen. Dus daar krijg je zelfvertrouwen van. Ik volg die droom van mij. Het liefste vogelvrij. Dus voor mijn droom moet u wij uit elkaar. Ja, schat, ik geef je mijn hand. Maakt het uit? Ja. Oh my god. Warner, ik dacht dat je een aanzoek kreeg. Trottelbeertje. Ik heb het er nog eens met mijn ouders over gehad, maar... Mijn vader en moeder. Oh nee. Oh god. Ze verwachten gewoon zoveel van me. Ik ga een rechtenstudie doen aan Harvard. Dat weet ik. Mijn broer studeert aan Yale. En zijn vrouw ook. Hij is getrouwd met een Vanderbilt. Ja? Een Vanderbilt. Oh. Dus ik ben niet goed genoeg voor meneer. Die eerste paar weken van zo'n tour zijn gewoon heel erg spannend. En omdat het gewoon allemaal nog zo nieuw is en zo vers. Maar inmiddels... heb ik niet meer gevoel dat ik het moet bewijzen. Ik heb gewoon het gevoel van nu vooral genieten... omdat die show bijna af is gelopen. En dat je de kans krijgt om in Carré af te sluiten... is de kers op de taart. Al is het een cliché... Deze rol als Elle Woods, mensen die de show hebben gezien of die de show kennen, dan kun je er niet onderuit dat dit gewoon een van de zwaarste vrouwelijke rollen is in een musical. In elke scène ben ik aanwezig. Van de 18 liedjes moet ik er 16 zingen. Er zijn 11 haastverkledingen. Het is gewoon één grote sneltrein van 3 uur lang en ik heb geen seconde rust. Dus voor mij is deze tour en deze rol het grootste, het meest uitdagende en het meest spraakmakende wat ik ooit heb gedaan. Dus voor mij voelt dit als heel bijzonder en heel speciaal. Ik ben meer dan klaar. En we mogen haar. Vlogen hierheen met elkaar. Echt waar. Ziet u wat we heus niet snel doen. We juist wel voor elder. Dus dan weet u dat maar. Maar dit is dus geen essay. Nee, een essay is saai meneer en veel te beperkt. We storen u in uw kantoor. Om te zorgen dat u merkt wat El moet u voor een kansen biedt. Een
vechter en zwoeger. Dat is ook een nummer uit de show Legally Blonde. En dat gaat over Elle Woods. Zij is ook een vechter en zwoeger. Zij heeft een doel en het zit er niet mee. Want op Harvard, waar ze uiteindelijk naartoe wil, zij is daar niet het juiste type voor. Zij heeft ook eigenlijk niet de juiste motieven om dat te gaan doen. Maar toch vecht ze en gaat ze door en wil ze aan iedereen bewijzen dat zij wel degelijk iets in haar mars heeft. En dat is eigenlijk wel een beetje wat ik zelf ook ben tegengekomen in mijn carrière, in mijn musical carrière dan. Kijk, er zijn mensen die hebben een hele lange opleiding gedaan. En dan kom ik ineens zonder diploma of wat dan ook. Dus er zijn een hoop mensen die gewoon hebben van, ja, luister, jij hebt helemaal niks geleerd. Dus wie ben jij? Jij bent toevallig een beetje bekend van tv en jij krijgt weer die hoofdrol en het is niet eerlijk. Ik heb ook heel vaak momenten gehad van, jongens, maar ondanks dat ik geen diploma heb, ik ben ook een vechter, een zwoeger. Ik kan ook hard werken en ik wil ook dingen leren, maar dan in de praktijk. Want ik wilde wel naar een theateropleiding of naar een theaterschool, maar ik werd niet aangenomen. Dus ja, dan ga ik niet bij de pakken neerzitten. Ik ben gewoon gaan werken en audities gaan doen evengoed. En je doorstaat elke test. Juist, juist. Ik moet gewoon iedereen zien te bewijzen dat ik volwassen genoeg ben. Nee. Wat jij moet doen, is werken. Wat? Vol energie. Dus dat is wel een mazzeltje. Dus ik ben amper, ik ben eigenlijk niet te stoppen wat dat betreft. En ik kan niet stilzitten. Dus ik ben ook niet iemand die thuis op de bank gaat zitten. Dus ik vind het eigenlijk fijn dat ik veel te doen heb in mijn leven. Die thuis op de bank gaat zitten. Dus ik vind het eigenlijk fijn dat ik veel te doen heb in mijn leven. Tada! Doe alsof je thuis bent. En thuis heb ik het gewoon goed geregeld, denk ik. Mijn partner die werkt thuis, die is muzikant en die wil ook graag het wat rustiger aandoen. Die wil meer met de kinderen zijn. Dus als ik om 3:30 'smiddags de bus instap, de tourbus in naar een theater, dan neemt hij het eigenlijk voor me over. Jij drinkt een hoop Red Bull, hè? Ja, dat geeft me energie! Ik begin 's ochtends om 8:00 of 7:30 tot 3:30. Dan ga ik naar het theater en dan ben ik om 1:00, 1:30 weer thuis. En dan om 8:00 op. Dus dat zijn hele lange dagen, maar ja, echt ontzettend leuk. Dat komt omdat jouw duik en snap zoveel pep heeft dat het alle logica op zijn kop zet. Yeah. Waar heb jij het over? Dan pak ik dat op en als ik ga met mijn kont omhoog en dan snap ik mijn tieten naar voren. Deze beweging is uitgevonden door cheerleaders in Los Angeles om de geest van de tegenstander te breken. En het is wetenschappelijk bewezen, de duik en snap heeft een gegarandeerd effect op 99,99% van alle hetero mannen. En daarmee, ja, kun je iedere man om je vinger winden. Nog één ding, ben gelukkig, maar vraag toch een laatste cadeau. Emmet, trouw met me en completeer zo het hele tableau. Oh my, oh. Geen hulp, maar ik heb ook geen haast. Ik vind het alleen ontzettend leuk om straks een keer in een witte jurk in een mooie kerk of zo, of in een ruïne in Zweden, want hij is Zweeds, om daar het ja-woord te geven. We zijn nu al bijna 10 jaar samen, dus ik vind eigenlijk wel dat het bekroond mag worden met een huwelijk. Als je een artiest bent, dan leef je voor het podium en voor het publiek. Ik bedoel, die show is gewoon heel belangrijk. Ja, dat is een soort zuurstof voor je. Als een voetballer wil gewoon op dat gras rennen. En een artiest die wil gewoon op het podium staan. Dus ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Al heb ik zulke wallen, ben ik moe, verkouden, ongesteld, whatever, even niet mee kan zitten. Dan nog heb ik echt iedere avond heel veel zin om op dat podium te staan. Voor meer informatie over de toegift vanuit Carré,
Kijk op www.carré.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur en De Telegraaf.